enkele dagen geleden het nieuws aangekondigd in verband met het afscheid van T2 Edicis bij RKFC. Naast mij staat hier de nieuwe assistentcoach Geoffrey Claes. Wie is Geoffrey Claes voor degenen die hem niet zouden kennen? Ik ben een voormalige profvoetballer. Ik ben 17 jaar profvoetballer geweest. Ik heb in België en Nederland en het laatste van mijn carrière heb ik in Australië gevoetbald. Daarna heb ik 4 jaar coach geweest in Deinze, assistent onder de huidige coach Yves Van Born. En dan eventjes hoofdcoach ook geweest. Dan ben ik naar Australië vertrokken. Heb ik daar bij Melbourne Victory de onder 21 onder mijn hoede gehad. En dan ben ik teruggekomen naar België en heb ik 2 jaar bij FC Kleid gecoacht. Gevulde carrière? Ja, ik heb niet stilgezeten. Oké, ik hoorde de naam vallen Yves Van Born, inderdaad. Dan heb je samen met hem gewerkt bij Deinze. Hetgeen wil zeggen dat je hem uitgebreid kent, met een nadruk op uitgebreid. Yves en ik kennen elkaar goed. Vanaf het eerste contact in Deinze was er een zekere sportieve klik. Ik voelde dat. Maar ook naast het voetbal spraken we geregeld af over van alles en nog wat te praten natuurlijk. Yves is dan weggegaan vanuit Deinze. Maar dat contact is altijd gebleven. We hebben sowieso een goede band met elkaar. En ik ben heel trots en fier dat ik terug onder hem kan werken. Waarmee ik mag besluiten dat Yves Van Born een aardig duitje in het zakje heeft gedaan om jou hier naartoe te halen. Dat zou wel eens kunnen, ja. Goed zo. Je bent bij een ambitieuze club terechtgekomen. En ik neem aan dat je daar ook van bewust bent. Absoluut. Alles. Ik heb zaterdag samengezeten met de voorzitter en de sportief manager. En alles straalt hier ambitie en klasse uit. En ik ben naar hier gekomen om te investeren in mijn eigen carrière terug als coach. Onder de vleugels van Yves. En ik denk dat ik nergens beter kan zitten of hier. Wat de laatste 5 jaar hier gerealiseerd is. Ja, dat straalt een absolute profclub uit. Starttraining 14 juli hoorde ik. Fingers crossed dat allemaal kan. Laat ons hopen, hè. Maar de vooruitzichten zien er niet echt positief uit. Dus ja, het is kwestie van onze burgerplicht te doen en ons aan de maatregelen te houden. Zodanig dat we toch wel kunnen beginnen 14 juli. Wordt er al intensief aan voorbereid? Ik denk dat er achter de schermen de mensen bezig zijn met alles vast te leggen van oefenwedstrijden en trainingen. Maar ik denk dat de technische staf hopelijk binnenkort eens samen kan komen, zodanig dat we kunnen weten wanneer we kunnen beginnen en hoe we gaan beginnen. Welkom bij RKFC. Heel veel succes. Dank u wel.